Dit is de juiste podcast van Ja 21. De politieke podcast met het juiste antwoord. Het is een demissionair kabinet, ja. Dus ze zijn bij wijze van spreken toch al weg. Gelukkig maar wel. Het is een schandaal naar de mensen die bij betrokken zijn. Een schandaal. Nou is... Het werd crimineel genoemd. Met Elrie Bakker en Kevin Kreugel. Welkom bij de 9e aflevering van de juiste podcast met het juiste antwoord. De politieke podcast van Ja 21, waarin wij het elke week met twee experts en iemand van onze kandidatenlijst hebben over het verkiezingsprogramma van Ja 21. En deze week hebben wij het over natuur en landbouw. Ja, en onze gast vandaag zijn aan de ene kant Jan-Kees Vogelaar. Welkom Jan. Voormalig moet ik zeggen melkveehouder, directeur van Noemop. Daar ga je daar nog even aan ons vertellen wat dat is. Medeoprichter van Agrifax en voormalig voorzitter van de sectorraad Paarden. Even maar een greep, want volgens mij doe je nog veel meer. En aan de andere kant, Ronald Dijksterhuis staat bij Ja 21 op de lijst op plek 9. Is daarnaast gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Dantumadiel. Dantumadiel? Even goed uitspreken. Algemeen commandant bevolkingszorg veiligheidsregio Friesland en voormalig wethouder. Welkom jullie allebei. Dank je. Ik begin met Jan-Kees. Jij bent geboren en getogen in de landbouw volgens mij. Je komt echt uit een landbouwfamilie, boerenfamilie. Maar ik noemde hem net al, je bent directeur van Noemop. 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 Ja. Noemop. Wat doet deze organisatie? Vertel ons even. Wat deze organisatie doet, Noemop, dat is New Motherhood of All Beings. En dat zegt het eigenlijk al. We kijken naar alles wat leeft en daar willen we ons voor inspannen. Maar ook naar het cultuur- en natuurlandschap in Nederland, wat we graag willen behouden op een fatsoenlijke manier. En wat we doen is, we doen onderzoek. We hebben heel veel onderzoek gedaan de afgelopen paar jaar. We hebben bodemonderzoek laten doen in natuurgebieden van hoeveel stikstof zit er nou in die bodem eigenlijk. Daar zit helemaal niet zoveel stikstof in. Dus dat verhaal van mevrouw Schouten van die stikstof stapelt zich op, dat is niet zo. We hebben wat onderzoek laten doen naar de Veluwe, welke soorten daarvoor komen die stikstofgevoelig zouden zijn. En hoe is dan die verspreiding daarvoor? Daarvoor hebben we in de nationale database flora en fauna gegevens opgevraagd. Met name over twee vogelsoorten die heel veel gezien zouden zijn, maar die eigenlijk maar op een heel beperkt aantal plaatsen nestelen, maar wel heel veel rondvliegen. Ja, daarmee komt die vogelsoort niet algemeen voor. Hè? Dus dat hebben we in beeld gebracht. We hebben een aantal procedures gevoerd bij met name de gemeente Bommel en Waard, Salbommel, tegen de kap van een historische bomenrij langs een dijk, waar we de burgers ondersteund hebben in die procedure. Nou, dat zijn een paar voorbeelden van dingen die wij doen. Oké, helder. En wat jullie dus eigenlijk doen is heel veel onderzoek. Meten is weten. Hè? Ja. Als je dat even in het licht wil zetten van wat er nou in de afgelopen jaren is gebeurd met die hele landbouwsector, hè? Want dat stikstofverhaal, zet dat eens even af en wat is daar gebeurd? Wat hebben we nou eigenlijk meegemaakt de afgelopen jaren, zou ik willen zeggen? En dan ook dat verband naar wat jullie doen met die metingen om ook te laten zien hoe het met de feiten zit. Ja, nou, ik ben bij het stikstofdossier al heel erg lang betrokken. Vanaf begin 2000, want toen was ik voorzitter van LTO Melkveehouderij, de Melkveehouderijclub van LTO Nederland. En toen speelde ammoniak al. En in die tijd hebben we hele programma's opgezet om de ammoniakemissie te beperken. Want ammoniak was schadelijk voor de natuur. Dat werd overigens geconstateerd op basis van rekenmodellen. Niet zozeer op basis van onderzoek van gaan die plantjes er ook echt dood van of hebben ze er echt last van. Maar op basis van aannames van ecologen en van rekenmodellen. En toentertijd was ik daar ook vol van overtuiging van ja, nee, als dat zo is, dan moeten we daar ook wat aan doen. Er zijn toen heel veel maatregelen getroffen. Er zijn emissiearme stallen gebouwd. Er zijn emissiearm mest gaan aanwenden. Mestopslagen zijn afgedekt. In het veevoer zijn er aanpassingen gedaan, zodat er minder ammoniakuitstoot zou komen. Al met al heeft dat geleid tot 70% minder ammoniakuitstoot in Nederland in 30 jaar tijd. Dat is veel, hè? 70% minder ammoniak. Ja, dat is enorm. Nou, prima. En ja, op een gegeven moment bleek dus dat dat niet genoeg was, want de ecologen die hadden bedacht met elkaar, weer op basis van rekenmodellen, dat die ammoniakemissie nog steeds te hoog was, dat die natuur nog steeds te veel werd aangetast. En even voor de duidelijkheid, ammoniak is stikstof in dit geval. Ammoniak is stikstof, hè? Ja. Dat is een vorm van stikstof. En
op een gegeven moment ging het toch bij mij een beetje jeuken, want het was nooit genoeg. En toen moesten er in één keer bufferzones om natuurgebieden komen, oftewel boerenbedrijven moesten worden opgekocht, natuurgebieden moesten groter worden gemaakt, om dan die kwetsbare natuur die buiten die bufferzone maar in een natuurgebied lag, om die te beschermen. En dat ging van kwaad tot erg. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, maar op een gegeven moment zullen we heel Nederland in natuurgebied hebben en geen boer meer over. En toen ben ik mezelf gaan verdiepen in van ja, maar klopt dat nu eigenlijk wel wat ze roepen met die rekenmodellen? Ja, en als je daar dan in gaat verdiepen, dan klopt er geen hout van. En dan zeggen ze, ja, we hebben kritische depositiewaarden hebben wij met elkaar vastgesteld. Dat moet dan op wetenschappelijke basis zijn gedaan. Nou, ik ben in dat rapport gedoken. Ja, dan duik je in het rapport en dan zie je dat er van die, nou ja, wat was het bij elkaar, 60 kwetsbare habitattypen, zoals ze dat netjes noemen, kwetsbare soorten, dat dan daar bij 2 of 3 onderzoek gedaan zou zijn. En de rest is allemaal op basis van expert best judgments. Oftewel, er hebben een paar wetenschappers gezeten. Die hebben gezegd van nou, vinger in de lucht en ja, dit zal het wel zijn. En zo zijn de kritische depositiewaarden tot stand gekomen. Er is geen onderzoek aan de grondslag geweest. Ja, wat je eigenlijk, even dan in gewone mensentaal, wat je eigenlijk doet is je hebt een paar gegevens. Ja. Die stop je in een computermodel. Ja. Nou, daar ga je allerlei aannames bij stoppen. Ja, en dan komt er iets uit. En dan komt er iets uit, klopt. En dan kan dat dus op papier. Hè. Het is natuurlijk vaak gezegd, de papieren werkelijkheid. Op papier klopt het. Maar of het ook echt zo is, dat valt zeer te betwijfelen. Ja, we hebben dit allemaal laten doorrekenen en door laten akkeren door een Amerikaanse wiskundige. En zijn stelling was garbage in, garbage out. Oftewel, vuilnis erin en vuilnis eruit. Ja. Nou, dat klopt ook ongeveer een klein beetje. Dus die hele modellenrekenarij, daar klopt geen hout van. Nou, daar zijn we sinds 2014 mee aan het stoeien gegaan. En het mooie is dat we nu dit jaar, het Messerfonds dan, heeft een onderzoek gefinancierd bij de Universiteit van Amsterdam. Niet bij WUR, niet bij het RIVM, niet bij TNO. We zitten allemaal in diezelfde lijn van het is verschrikkelijk en je kan alleen maar aantonen dat er heel veel stikstofdepositie is. Nou, UvA Amsterdam heeft 2 jaar lang bij 2 veehouderijbedrijven gemeten. Ja, en wat is de conclusie van het onderzoek? 90% van de ammoniak die uit zo'n stal komt, die gaat naar grote hoogtes. Die valt helemaal niet in de omgeving, maar die valt honderden, duizenden kilometers verderop weer terug. Of valt uiteen in andere stoffen. En zeg maar 10% van die ammoniakemissie van een stal valt in de nabije omgeving van die stal, pak een beetje de eerste 150, 200 meter. En na 300 meter is eigenlijk die emissie van die stal helemaal niet meer meetbaar. Dus vanuit die stal komt helemaal niet zoveel emissie op je natuur. Dat bestaat niet. Nee. Maar als je ziet wat dit teweeg heeft gebracht in Nederland. Hè, dat is natuurlijk enorm. Iedereen kan zich alle protesten nog goed voor ogen halen. Kun je überhaupt nog boer zijn in dit land? Nee, ik vind het heel triest. We hebben iedere 12 dagen een boer die zich ophangt of van het leven beroofd. Iedere 12 dagen één. Nu nog? Nu nog. Echt? Het is gewoon verschrikkelijk. En heel vaak ook jonge mensen. Dus dat hakt er enorm in. Er zijn heel veel mensen die de stoppersregeling gebruik van willen maken en willen emigreren, weg willen. Maar dan komen ze weer niet te aanmerken voor die stoppersregeling, want die is zo ingewikkeld, daar kom je niet door. Nou, goede vrienden van mij, 2 hele goede vrienden van mij, jonge boeren die de boel te koop hebben staan. 1 gaat naar Canada, 1 gaat naar Denemarken. Dus je ziet dat mensen gewoon moedeloos zijn geworden. En eigenlijk ook niet precies meer weten wat ze moeten doen. En sommige vluchten. Ja. En wat zou er moeten gebeuren om zeg maar voor die boeren op de eerste plaats het leven draaglijk te maken, maar vooral ook zakelijk, hè, qua uitvoering van hun bedrijf, het ook weer uitvoerbaar te maken? Die boeren hebben eigenlijk bijna allemaal prima bedrijven die financieel supergoed draaien. Zeker de afgelopen jaren. Maar dat stikstofbeleid zit ze dwars en ze hebben geen vergunning. En als jij je pasvergunning is ingetrokken, dan wil een bank jou niet meer financieren, want een bank wil alleen maar financieren als jij een geldende vergunning hebt. Nou, er zijn iets van 3.500 pasvergunningen ingetrokken. Die mensen hebben geen geldende vergunning. En dus zegt die bank, wij stoppen de financiering bij jou. Ja, dan heb je een probleem, moet je bedrijf verkopen. Wat er eigenlijk heel snel moet gebeuren is, je kan aan de knoppen draaien van Eris. Eris rekent uit, hè? Dat is het rekenmodel. Even voor iedereen, Eris is het model, het computermodel waarmee je de stikstof... En dat rekenmodel, dat rekent uit dat er een vrij grote hoeveelheid stikstof op de natuur valt die afkomstig zou zijn van die bedrijven. Nou, we hebben nu nieuwe wetenschap die aantoont, die stikstof kan niet van die bedrijven afkomen. Sterker nog, die stikstof valt er ook niet. We hebben ook gemeten in die bodem, die stikstof is daar niet gevallen, want die stikstof in die bodem is heel erg laag. Dus
Je kan gewoon aan dat rekenmodel aan de knoppen draaien en zeggen van rekenmodel, ga eens rekenen met de helft van de depositie in je rekenmodel qua uitkomst. Dan heb je het probleem opgelost. Want het rekenmodel, het is heel simpel, je kan aan die knoppen draaien van hoeveel valt er nu eigenlijk op je natuur. En het is wetenschappelijk aangetoond dat een deel van de depositie, dat noemen ze de droge depositie, dat die 4 keer te hoog in het huidige model zit. Nou, dan moeten ze dat model ook even aanpassen. Hm. En is het probleem opgelost. Ja. Zo simpel is het. En halen we dan onze natuurdoelen nog? Ja, met onze natuur is niks aan de hand. Hè. Henry Prins heeft onlangs een rapport naar buiten gebracht. Dat is een oud onderzoeker van Wageningen UR. Die heeft met een andere stichting, Milieu en Samenleving, en alle natuurgebieden in Nederland bekeken. En ook al die data die eruit voortkomen, heeft hij geanalyseerd. 85% van de natuur gaat het prima mee. Het is heel erg opmerkelijk. De stikstofgevoelige planten gaat het supergoed mee. De stikstofbehoeftige planten, dus planten die heel veel stikstof willen hebben, daar gaat het slecht mee. Dus het zit in de natuur precies anders in elkaar als dat de ecologen aan de Bezuidenhoutse Weg op het ministerie iedereen vertellen. Dan gaan we even naar jou, Ronald, want jij komt uit Friesland. Hoe merk jij bij jou in de regio dat nou, dat stikstofbeleid aankomt? Wat doet dat? Ja, nou goed, kijk, er werd net gerefereerd aan regelgeving. In de eerste plaats vind ik sowieso dat er veel te veel regelgeving is. Hè. Dat vinden we, bedrijven en inwoners die krijgen veel te veel regels op hun dak. Boeren, vissers. Kijk, 70% van onze regelgeving komt ongeveer uit Brussel. Hè. Dat is best het grootste deel. Kijk, dan hebben we in Nederland, in Den Haag, altijd de neiging om nog een keer een schepje bovenop te doen. Om het allemaal nog strenger hè, en nog preciezer te maken. Waardoor het eigenlijk haast niet meer uitvoerbaar is. En zeker in de regio's hè, is het vaak platteland, kunnen dingen anders zijn dan het in de stad is. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat helemaal niks met stikstof te maken, maar regel uit Brussel een paar jaar geleden dat vrijwilligers die dezelfde taak doen als beroepsmensen hetzelfde betaald moeten worden. Daar hebben wij op het platteland en hier overigens ook in dorpen en steden bijvoorbeeld allemaal vrijwillige brandweer. De veiligheidsregio's die worstelen dan met die vraag van ja, moeten we die mensen nou hetzelfde gaan betalen, ja of nee? Terwijl het al jarenlang, decennia lang heel erg goed functioneert, zeg maar. Hè? Dus kortom, regels die we bedenken in Brussel, nou, die vallen soms heel verkeerd uit in de andere omgeving. Hè? Omdat ze in de stad niet snappen dat je op het platteland dat gewoon gratis doet. Ja, dat gebeurt. Dat is een van de dingen bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn dingen die we vaak onderling geregeld worden. Ja, nou, we hebben bij Jaar 21 ook in ons programma staan. Hè, dat we vinden dat alle regelgeving waar we over een besluit nemen, moet ook echt eerst getoetst worden naar het effect op de regio. En het kan soms ook betekenen dat je soms de regels wat afzwakt, of dat je andere regels in gaat stellen, of soms helemaal niet gaat invoeren. Ja, want we hebben het, als het gaat om het stikstofbeleid, hebben we het vaak over de boeren. Je noemde net al van, joh, regels hebben ook effect op andere facetten. Zijn er voorbeelden van het stikstofbeleid die anders dan op boeren een effect hebben? Of zijn die er niet? Nee, kijk, je merkt natuurlijk, en het gaf Vogelaar net al aan, je merkt natuurlijk heel erg dat de boeren er heel veel last van hebben. Het is niet alleen dat natuurlijk, hè, want een boer is niet een op zichzelf staand iets. Hè. Er zit een hele keten achter en voor. Hè. Dus haal je de boer weg, dan heb je ook een hele keten gelijk weg. En je moet niet vergeten, in sommige plattelandsregio's, daar is soms nog 15-20% van de mensen hè, qua werk afhankelijk van agrariërs. Hè. Dat zijn de toeleveranciers, dat zijn de melkfabrieken die erachter zitten, enzovoort. Enzovoort. Nou, dat heeft heel veel invloed. En bovendien, vergeet niet hoe mensen die in dorpen wonen, hoe die leven met hun omgeving. Hè? Er is een prachtig landschap wat we in Nederland hebben. Het is wel cultuurlandschap, hè? We hebben het zelf gemaakt. Maar nou, als je bij mij in de buurt kijkt, tussen Dokkum en Drachten, heb je de noordelijke Friese wouden. Prachtig, met elzensingels, een coulissenlandschap. Nou, weet je, de boeren die onderhouden dat ook. Hè? Die zijn degene die samen met vrijwilligers die boomwallen onderhouden. En als die boeren weg zijn, die zijn er niet meer, ja, dan wordt het overgroeid, dan is het ook niet mooi meer. Hè? En de mensen houden van het landschap en er is niet zozeer een tegenstelling tussen boeren en natuur. Hè? Dat wordt wel eens zo gebracht, hè? Het is of natuur of het is de agrariërs, maar het is natuurlijk niet zo. Boeren zijn zelf, zien het belang ook in van natuurbeheer, die vinden dat ook mooi om te doen, want die willen ook in een mooie omgeving leven. Ja, dat brengt ons eigenlijk meteen bij de kernvraag. Hoe krijgen we Nederland van het stikstofslot af?
Ja, we hebben als jaar 21 hebben wij een initiatief voorstel nota neergelegd vorig jaar. Stellen we een aantal maatregelen voor om het weer op de rit te krijgen. Hè, om een stikstof, om de boeren weer te kunnen laten ondernemen, maar ook om dat we weer kunnen gaan bouwen. Ja, en een van de zaken die daarin voorgesteld worden is om die drempelwaarde voor zo'n hoog te doen. Hè, het aantal mol per hectare, hè, nou, dat is allemaal wat technisch, maar dat is hè, dat. Nou, dat zou, we stellen voor om dat meer dan 200 keer hoger te doen dan we nu doen op dit moment. Dat is nog steeds niks, hè? 200 keer klinkt heel veel. Het is nog steeds niks. Hè? Ook in het buitenland hebben ze veel hogere drempelwaarden dan hier. In Denemarken 700 keer hoger dan daar. En weet je, even kijken hoe dystopisch slecht zeg maar, de huidige norm is. Stel dat wij alle boeren zouden stoppen, we zouden alle transport stilleggen en alle Nederlanders zouden naar Duitsland verhuizen. Dan nog voldoen wij niet aan die norm. Ja, dat is natuurlijk te bizar. Dat is het bekende rode kaartje. Ja, wat, precies, dan had je een puntje van Zeeland wat misschien net weer wat kon hebben. Nou, dat geeft wel aan dat, weet je, dit is niet goed doordacht aan de voorkant. Of er zijn mensen die willen gewoon waarschijnlijk alle boeren weg hebben. Zo, ik weet het niet. Maar ik vind het heel bijzonder. Nou ja, dit is een voorbeeld. Ik heb het vaker genoemd. Als deze wetgeving zou zijn getoetst aan de praktijk. Wat is de impact daarvan in de praktijk? Was die wet er nooit gekomen? Precies. Hij is namelijk onuitvoerbaar. Ja. De Nederlandse landbouwsector wordt ook wel eens de Champions League van de wereld genoemd. Kun je dat uitleggen waarom dat zo is? Ja, we zijn een aantal takken van sport zijn heel erg goed in Nederland. Melkveehouderij zijn we gewoon wereldwijd een heel goed land in. We hebben een uitermate efficiënte zuivelindustrie en we exporteren ook behoorlijk wat. En mensen, tegenwoordig is export vies, hè? Dus is een vies woord tegenwoordig, export. Maar als je kijkt naar delen van Afrika en Azië, waar we gewoon ontzettend belangrijk zijn in het leveren van kindervoeding. Van hoge kwaliteit en ook een betrouwbare kwaliteit. Want alle kindervoeding daar is niet even betrouwbaar. Dus ik ben zelf een aantal keren in die contraien geweest. Het is heel mooi om te zien dat je product daar gewoon letterlijk en figuurlijk levens redt. Het is fantastisch om te zien en waar te nemen. Dus daar zijn we goed in. We zijn eigenlijk, ja, ik noem het altijd maar de zaadveredelaar van de wereld. Dus heel veel nieuwe gewassen, nieuwe zaaizaden, maar ook nieuw pootgoed voor aardappelen worden in Nederland ontwikkeld. Daar zijn we gewoon ontzettend goed in. Maar ook in de varkenshouderij hebben we heel veel goede ontwikkelingen doorgemaakt. En ook in de pluimveehouderij. En Nederland is de slag begonnen om die vriendelijke pluimveehouderij en die vriendelijke varkenshouderij te ontwikkelen. En ook milieuvriendelijke varkenshouderij en pluimveehouderij te ontwikkelen. Dat is ja, in andere landen allemaal een stuk minder snel gegaan en gaat hier gewoon heel veel sneller. Ja, en wat betekent dat voor de voedselzekerheid? Nou, je had het net al zeg maar voor over het buitenland, hè? Maar in bredere zin, in Europa, Nederland, wat gaan wij ervan merken als dit stikstofbeleid de landbouwsector de nek omdraait? Heel veel mensen weten het niet, maar 70% van ons voedsel wat we eten in Nederland komt uit het buitenland. Dus onze voedselzekerheid is helemaal niet zo groot. Voor een aantal producten wel. Varkensvlees, pluimveevlees, eieren. En ook voor zuivel kunnen we onszelf goed voorzien. Maar voor heel veel andere voedingsmiddelen zijn we gewoon heel sterk importerend. En hebben we ook wel dat stukje export en die handelskanalen nodig om er een balans in te brengen. Nou zijn er mensen die denken dat de kaderrichtlijn voor het water, dat daar dezelfde hoofdpijn kan ontstaan. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, we hebben daar de afgelopen jaren heel veel onderzoek naar gedaan. En er is iets heel bizars aan de hand met die kaderrichtlijn water. We hebben in Nederland, ik geloof, 21 waterschappen. Al die waterschappen kennen ongeveer hun eigen normen als het gaat om waterkwaliteit. En nu komt die. Je hebt bijvoorbeeld bij Amsterdam een hele mooie grote drinkwaterplas. Dat doen ze drinkwater uithalen voor de gemeente Amsterdam. En die mag 50 milligram nitraat hebben in het oppervlaktewater daar. Nou, dat is hun grens. Een boerensloot die ernaast ligt mag 2,2 milligram nitraat hebben in het oppervlaktewater. Dus dat is meer dan 20 keer zo streng. Dat is heel bizar dat je een natuurgebied een veel ruimere norm geeft dan een boerensloot. Ik zou zeggen, doe dat net andersom. Dus je zult zien, in Nederland, heel veel boerensloten hebben een ontzettende strenge norm. Al het grensoverschrijdende water, zoals wij dat noemen in Nederland, dus wat vanuit buitenland Nederland binnenkomt, dat heeft in het buitenland een norm van 10 of 15 milligram nitraat in het oppervlaktewater. Komt het de grens over, dan mag er maar 2,2 meer in zitten. En dan zeggen ze in Nederland, in Brabant de waterschappen, maar ook de waterschappen in Gelderland, in het rivierengebied, ja nee, maar dat water dat heeft hier een veel te hoge belasting, dat komt door die boer. Ze zeggen niet, het komt over de grens heen
En dus zit er in Duitsland te veel. Nee, dat zeggen ze, dat komt door die boer. Nou, dan wordt het nog veel gekker. We hebben in Nederland nogal wat afvalwaterzuiveringen. Ik geloof iets van 350 stuks. En die lozen allemaal op rijkswateren. Die worden niet bemonsterd. We weten afvalwaterzuiveringen, daar gaat ons eigen afvalwater in. En wij weten inmiddels dat als je naar die lozingspunten kijkt, daar worden de hoogste normen die we zouden hebben, worden daar 50, 60 keer overschreden. Die waterschappen dwepen allemaal met van, ja nee, maar wij halen wel 40% van het afval eruit. Of 80% van het afval eruit. En ze halen nog geen 30% eruit. Ja, dat klinkt allemaal eigenlijk een beetje bizar als je hier zo naar luistert. In de visserij, want we hebben het hier nu even over natuur en landbouw, maar de visserij maakt daar ook onderdeel van uit. Daar gaat het niet veel beter. We luisteren even naar een korte opname. In Denemarken worden ook best wel veel schepen gesloopt. In Ierland worden veel schepen gesloopt. Dus uiteindelijk hebben we zometeen gewoon geen vis meer om te eten. Gewoon, dat is niet. Wij kennen een of andere 3D geprinte schoenzool. Die smaakt naar vis zometeen. Dan kun je zometeen opeten. En dat wordt vervolgens verkocht als duurzaam. Zo gek zijn we met z'n allen aan het worden. 3 jaar oud, pracht van een kar. Moet er even een nieuwe motor in voor mijn stikstof. Een Volvo Penta. Een Volvo Penta, ja. Nou, een Volvo Penta, 300 pk, dat is ook gereguleerd. En wij mogen binnen de 12 mijl niet meer dan 300 pk gebruiken. Maar dat is toch heel weinig, 300 pk? Ja, ja, maar ook weer, vroeger was het 600. Ook alweer de helft terug. Dus de helft terug in dagen, de helft terug in pk's. Gesloten gebieden. Ja, wat moeten we nou nog meer dan? Kijk, er moeten van de LNV zegels op zitten. Er moet zo'n pak papier bij zitten aan keuringsrapporten en weet ik het allemaal wat. Dit is de computer, die is dan verzegeld. Weet je wel, daar kunnen wij niet aankomen, dus dat is allemaal geregeld. Maar die motor op zich kost niks. Maar door alle papierrotzooi en iedereen die ermee moet bemoeien. En dan moeten we nog af. Dan moeten we daarna nog meten dat die 300 pk de schroefas is, weet je wel. Dat moet je nog bewijzen ook. Moet nog bewijzen ook. Ah, jongen, het is gek huis. Maar dan fijn. Dan hebben we nog een blackbox. Die is precies die zet wel elke minuut of 5 minuten uit waar we zitten. Jij er zit een sensor op de vislier die registreert dat we aan het vissen zijn of niet. En wie kan dat allemaal inzien dan? Nou, LNV, RVO is dat nu. De minister van Landbouw en Visserij? Ja, uiteindelijk wel, ja. Kan elke minuut van de dag zien waar jij bent? Ja, net al, ja. Dat is toch doodeng? Ja, en dan willen ze ook nog camera's aan boord. Waarom dat dan? Ja, dan kun je zien wat we vangen en weet ik het allemaal. Of je zeehond in net. Ja, bij wijze van spreken, ja. Ja, het is best wel een beetje. Maar zo ver is het nou de zaak al en dan moeten we eigenlijk nog verder, ja. Want deze motor is 3 jaar oud. Ja. En die moet er eigenlijk alweer uit. Ja. Want, wat maar, is er dan in een elektrische nou, motor? Nee, eigenlijk precies dezelfde, maar dan met een katalysator voor de stikstof. Maar dat is wel leuk met stikstof. Nou gaan wij stikstof beperken, maar we gaan meer zwavel uitstoten. Dat is nog veel schadelijker. Dat is nog het ergste. Dus dat haalt ook nog niet uit. Maar ze hebben bedacht dat die katalysator, omdat er nu iedereen moet nu een katalysator. Dus de katalysator is er even veel duurder geworden. Ja. Dus ik kan nou bijna net zo goed een nieuwe motor nemen. Ja. En precies dezelfde motor, maar dan met de katalysator erachter. Die is net zo duur als een losse katalysator. Ja, zeg het maar. Kijk, dit kost ons heel 100.000 euro, zo'n geintje. Hoeveel? 100. Een nieuwe motor? Ja. Met die katalysator? Ja, het kost 100. We krijgen 50 subsidie. Maar ja, je legt 3 weken aan de kant om de troep in te bouwen, dus je mist ook nog 50 aan bezomming. Ja. Dus het kost 100.000 euro. Ja, Ronald, ook de visserij heeft, je hoort het aan dit verhaal, enorm te duchten van alle regelgeving. Ook daar zie je, we hebben dat echt in allerlei programma's gelukkig wel gezien, hoe vissers na vele generaties gewoon hun kotter of hun boot naar de schroot brengen, hoe na generaties bedrijven beëindigen. Kun jij een beetje duiden, dus als je nou kijkt naar zo'n gemeenschap in Urk of andere plaatsen, wat doet dat daar? Wat gebeurt daar dan? Ja, echt enorm veel. Kijk, er zijn, je noemt net Urk, er zijn andere dorpen en steden in Nederland waar visserij nu en zeker in het verleden een hele grote rol heeft gespeeld. Er zit ook die cultuur van die visserij zit daar in de mensen, zeg maar. Ja, dit geeft bij mensen een heleboel onzekerheid, maar ook vaak woede. Hè, want mensen begrijpen terecht niet waarom dit moet gebeuren. Al die vissersboten die moeten aan nieuwe motoren, dat moet allemaal schoner. Ja, en het is dan natuurlijk, dat kost heel veel geld en dat is voor heel veel vissers gewoon niet te doen. Hè. Die kunnen die investering niet doen, dus die moeten hun boot naar de schroothoop brengen. En het is natuurlijk bizar om te zien dat zo'n boot dat hij moet stoppen
Terwijl boven de Waddeneilanden richting het kanaal varen enorme containerschepen op vieze stookolie. Ja, en dat is niet te verkopen. En mensen zien ook wel dat het gewoon niet kan. En dat is ook een beetje het bizarre van het beleid wat we aan het doen zijn. Bovendien vind ik, weet je, er zit ook een keten achter. Hè? Visverwerking zit erachter. Het kan toch niet zo zijn dat wij straks al onze vis uit het buitenland moeten gaan halen. Hè? Wordt het daar allemaal beter van? Ik denk het niet. Hè? Dus het is doodzonde. Het is doodzonde voor de mensen in die dorpen. En dat moet echt anders. Ja, dan zullen we het nog maar niet hebben over de windmolens, hè, die nu op zee worden geplaatst. Precies. Alsof dat zo onze natuur ten goede komt. Maar dat was even zijspoortje. Jan Kees, even in dit kader. Afgelopen zaterdag stond er een groot interview met Piet Adema in de Telegraaf. En... Nou, ik zal niet zeggen wat ik dacht, maar wat dacht jij toen je dat las? Nou ja, pagina 2, je sloeg hem open en dan zag je Pieter Adema die naar de garnalenvissers toe ging in het noorden van Nederland. En hij had waarschijnlijk geen zin in zwemles, dus hij nam er de vlucht vooruit en schoot het hele stikstofbeleid uit. Dus hij zei van feite, ja, het is ondoenlijk, het is niet uitvoerbaar, het is niet hanteerbaar. En toen dacht ik, wat ben jij een laffe rotzak. Ja. Sorry dat ik zeg, maar ik ben niet serieus. En waarom? Kijk, hij is vorig jaar aangetreden. Vorig jaar oktober of zo is hij aangetreden. Als hij na 3 maanden had gezegd, 3 maanden analyse gemaakt van joh, maar dit doen we echt niet goed. Dan had ik het een keer om het ballen gevonden, had ik er respect voor gehad. Maar nu op het allerlaatste moment, hè, hij zegt dat 10 dagen voor de verkiezingen. Dan zeggen we ja, nee, maar het klopt echt niet. Ondertussen wel 24 miljard hebben geparkeerd op zijn begroting, samen met mevrouw Van der Wal. Maanden in een landbouwakkoord met boeren aan het onderhandelen geweest van hoe die stikstofreductie moet gaan plaatsvinden. He, maandenlang onderhandeld en miljarden daarvoor gereserveerd voor die onderhandelingen. En dan in één keer zeggen, maar het gaat niet werken, hè. Dit is toch te idioot voor woorden. Dan ben je toch een bestuurder van Jan Nul. Ja. Ja, en dan met alle dingen die jij noemt, dan heb je dus niet over het leed wat bij allerlei mensen gewoon teweeg is gebracht door dit beleid, waarvan je dan nu even met 1 pennenstreek afstand van neemt. Het leed bij de mensen, maar ook, er zijn duizenden mensen in de regio's betrokken met het maken van gebiedsplannen. Niet een paar honderd, nee. Duizenden mensen met gebiedsplannen bezig. En hij zegt nu in één keer van ja, weet je, dat kun je wel doen, maar het heeft allemaal geen zin, want wat we eronder hebben liggen deugt niet. Ja, dat roepen wij al jaren. Hè? We zeggen al jaren van, joh, moest luisteren, daar klopt geen hout van die rekenmodellen. En het is onuitvoerbaar waar je mee bezig bent. Het gaat niet werken in die regio's. En dan zegt hij nu in één keer in een krantartikeltje van, ja, nee, we moeten er maar afscheid van nemen, want... Ja, hoe dit in het kabinet valt, ik geen flauw idee. Het is een demissionair kabinet, ja. Dus ze zijn bij wijze van spreken toch al weg. Gelukkig maar wel. Het is een schandaal naar de mensen die erbij betrokken zijn. Een schandaal. Ja. Ja. Nou is... het werd crimineel genoemd door Ton F. van Dijk, hè, journalist. Ja. Ja. Nou is het stikstofbeleid op dit moment niet de enige dreiging die er is voor de boeren. Maar we hebben tegenwoordig ook te maken met de wolf. Wat is wat jij daarvan meekrijgt van jouw collega's? Nou, ik krijg van de wolf van collega's heel veel mee. Want ik heb nogal wat collega's die op de Veluwe boeren en in Drenthe en in Friesland. En daar vindt gewoon een ware slachting plaats. Onder het vee. Hè, de clubs die de wolf in de gaten moeten houden bij 12 en een aantal van de ecologenclubs. Die onderschatten of onderschrijven niet helemaal hoeveel wolven er in Nederland zijn. Op de Veluwe lopen gewoon 150 wolven rond. En dat is te veel. Kinderen in putten durven niet meer alleen op de fiets naar de buren toe, 100 meter verderop. He, die willen met z'n 2 of z'n 3 dat ze in ieder geval niet alleen fietsen. Kinderen in die regio durven niet meer alleen de fiets naar school. Die gaan in groepjes naar school. Dan moet je nagaan wat de impact dat heeft op zo'n leefomgeving. Als je benadert, dit kan niet waar zijn. En dan kunnen we roepen van ja, al dat vee, ze moeten maar rasters gaan zetten van 1,30 hoog met een stroomdraad erboven. Nou, dat kun je gaan doen, maar dat betekent ook dat je meteen al het overige wild in Nederland verplicht om in het bos te blijven. Nou, bij ons op het bedrijf komen iedere avond een stuk of 15, 16 reeën het land op. Die komen vanuit het bos, die komen bij ons fourageren. Er komen hazen bij ons het land op, er komen dassen bij ons het land op. Ja, dat kan dan allemaal niet meer. Dus er is ook over dat vraagstuk, de wolf, volstrekt niet nagedacht. Ze komen met oplossingen aan uit boekjes. De wolven zijn schuw. Nou, forget, een wolf is niet schuw. Ik heb in mijn jonge jaren een half jaar in Canada gezeten, in een contraille waar wolven rondliepen. En dat was heel simpel. Mij werd opgedragen als ik het veld inging. Wat er ook gebeurt, je gaat je trekker of je auto niet uit als er wolven zijn. Want ze zijn sneller dan jou en ze zijn slimmer dan jou. Ronald, dit
gehoord hebbende. Ja. Wat gaan we doen met de Wolf als jaar in de 20? Ja, ik heb vorig jaar al een keer op Twitter gezet van dat ik denk dat het probleem van de Wolf pas opgelost wordt als de Wolf het Gooi binnenloopt of binnen de Ring van Amsterdam. En ik denk dat het uiteindelijk ook wel een beetje, dat is natuurlijk een beetje cynisch, maar uiteindelijk zit wel een kern van waarheid in. Hè? Het komt nog niet dichtbij genoeg bij een heleboel mensen. Nou, Jan Kees schreef net aan dat het best heel veel doet bij mensen, dat is ook zo. Kijk, we leven, dat zeiden we net ook al in Nederland, in een aangehard cultuurlandschap. Hè? We hebben geen echte natuur, we hebben dat zelf aangelegd. Een wolf, is trouwens een prachtig dier, hè? Laten we dat vooropstellen. Een wolf zou een hele mooie rol kunnen spelen als toppredator in de Veluwe of op de Oostvaardersplas. Het probleem is, ja, weet je, een wolf houdt zich niet aan grenzen en hekken. Hè? Dus zeker als er jonge mannetjes zijn, die gaan zwerven, die lopen overal naartoe en die gaan vee aanvreten, et cetera. Nou, wij pleiten via 21 in ons programma voor een lagere beschermingsstatus van de wolf, zodat ook wolven die overlast geven ook afgeschoten kunnen worden. Dankjewel, Ronald. Ja, slecht nieuws, want het zit er alweer op. We hebben al bijna een half uur volgemaakt. We gaan nog wel één ding doen. Dat gaan we met jou doen, Ronald. Oh. We gaan jou in korte tijd, binnen één minuut, gaan we jou beter leren kennen. Dat doen we aan de hand van een vragenvuurtje. Het is een heel simpel concept. Ik noem twee opties. Jij pikt één van de twee eruit. Bijvoorbeeld de VVD of ja 21, dan is het juiste antwoord. Ja, 21. Ja, 21. Die was goed, hè, deze? Helemaal. Ja, deze was goed. Ja. We gaan starten. Probeer de vaart erin te houden. Je hebt één pas. Zet hem in wanneer jij denkt dat nodig is. De stad of het dorp? Dorp. De stad of de regio? Regio. Friesland of Nederland? Friesland. De overheid of de markt? De markt, ja. Natuur of landbouw? Landbouw. Schapen of wolven? Schapen. Politicus of ambtenaar? Oei. Pas. Politicus of bestuurder? Bestuurder. Oppositie of coalitie? Oppositie, jawel. Ja. VVD of CDA? CDA. VVD of BBB? VVD. BBB of Nieuw Sociaal Contract? BBB. Nieuw Sociaal Contract of de PVV? Nieuw Sociaal Contract. De PVV of de VVD? VVD. De PVV of CDA? CDA. En dan de laatste. Gemeentesecretaris of Tweede Kamerlid? Tweede Kamerlid. Jazeker, tuurlijk. Tweede Kamerlid, daarvoor zijn we hier ook. Ja, Ronald, hartstikke bedankt dat je hier was. Nou, we zitten aan het einde. We zijn er aankomende vrijdag zijn wij er weer. En dan hebben wij het, Elrie, over justitie en veiligheid. We zien jullie dan.